Voedseltechnoloog Ricky Stuttgart hamert erop dat de gemeenschap moet letten op wat ze consumeert en wat ze wordt aangeboden. De afgelopen periode zijn enkele eethuizen gesloten vanwege onhygiënische situaties of het niet houden aan de vergunningsvoorwaarden. Stuttgart benadrukt dat de eethuizen er ook voor moeten zorgen dat ze veilig voedsel verkopen. Omdat die eethuizen aan een aantal spelregels moeten voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld producten produceren die veilig zijn. Als ik bijvoorbeeld geld aan ze geef wat die niet voldoet aan de spelregels, gaan ze het niet accepteren. Dus wij kunnen bij wijze van spreken dus ook niet accepteren dat mensen geld verdienen en dat ze ons ziek maken. Toch, je hebt keihard gewerkt, je hebt je geld verdiend, je wilt dus nu eventjes lekker eten en dan word je ziek door die rotzooi die mensen hebben verkocht. Terwijl ze bijvoorbeeld bliksem goed weten dat ze ervoor moeten zorgen dat producten of voedsel veilig zijn. Wie eten wil verkopen moet investeren. Maar bedrijven weigeren te investeren in hygiëne en trainingen, zegt Stuttgart. Hij adviseert de consumenten om te letten op de vervaldatum op de blikjeswaren in supermarkten. De burgers zijn de eerste inspecteurs en zij moeten opletten bij het kopen van voedsel, benadrukt Stuttgart. Wanneer je bijvoorbeeld op zo'n plaats komt, kan je bijvoorbeeld je omgeving kijken. Ziet je omgeving er voor zorg uit? Zie je bijvoorbeeld dat die mensen haar netjes gebruiken? Hebben ze de mensen die in allemaal een eten bereiden, hebben ze lange nagels, vuile nagels, nagellak, acryl, dat soort dingen mogen bijvoorbeeld dus niet. Hoe is het hun kleding bij wijze van spreken eruit? De omgeving, hoe ziet hun toilet eruit? Ik heb de neiging, voor ik dus bestel, als ik daar ga zitten, hè? Gisteren had ik dat ook. Dan ga ik eventjes naar het toilet om te kijken hoe het toilet onderhouden wordt. Want als het toilet niet goed onderhouden wordt, dan wordt die keuken niet goed onderhouden. Dus dan bestel je niet. Ja, dus de consument kan op een aantal zaken letten. Het voordeel die BOG en die stichtcommissariaten hebben, zij kunnen in die keuken gaan. En ze kunnen dus in die keuken zien hoe het eten wordt bereid. Tot zover voedseltechnoloog Ricky Stuttgart. Hij sprak over het belang van het consumeren van veilig voedsel. Hij drukt de gemeenschap op het hart om geen vervallen producten te kopen.